Wij staan hier in de sportschool en we wachten op Dennis Kooijman. Want die gaat hier trainen. Hij is in 2 jaar tijd ongeveer mijn hele gewicht afgevallen. En wij gaan hem vragen hoe dat allemaal zo gekomen is. Ik was, nou ja, zoiets, 50 kilo zwaarder. 50 kilo zwaarder? Ja, om en nabij een paar kilo meer misschien. Maar ik heb een heel lange tijd echt in depressie in gezeten. En ik ben 2 jaar terug, was ik er helemaal genoeg van. Ik ga mijn hele leven gooien. Toen kreeg ik de aanrader om hier naartoe te gaan. En ik ben toen voor 3 maanden begonnen. Ik denk van, what the fuck, waarom zou ik niet weten? En ik voelde me, kwam mezelf erin tegen. Ik kon alles erin kwijt. Frustratie, woede, verdriet, pijn. Ik kon mezelf eindelijk worden. Ik kwam hier met de motivatie, ik wil mezelf wat bewijzen voor 3 maanden. En niet eens zozeer eigenlijk om af te vallen, maar om mezelf. Ik wou mezelf bewijzen dat ik het anders kon. Dat ik niet mijn verleden, niet mijn toekomst hoef te bepalen. Toen kwam ik erachter dat het mij niet meer eens om afvallen ging, maar om hoe het me laat voelen. 2016 is mijn best wel een donker jaar voor mij geweest. Dat tot zover dat ik bijna elke dag wel aan alcohol zat. En niet tot in dronkenschap zijn, maar wel dat ik denk van wat de fuck boeit het allemaal nog. Op een gegeven moment op het einde een aantal dingen gedaan. Ik dacht van wat de fuck, dit ben ik niet, zo wil ik niet zijn. Daarnaast ook nog gewoon echt expres de laatste bussen misten, puur met je biertje niet op is. En dat kom je er zelf achter, je komt jezelf tegen. En naar vrienden gewoon dood in mensen, terwijl je dat je beste vrienden zijn, weet je, in een dronken bui. Nou, dat is voor mij nou dan absoluut niet. Dus je was iemand geworden die je absoluut niet wilde zijn? Ja, ik wou het ook anders en het was eigenlijk al een doelstelling, al jaar en dag om te doen. Maar ja, iedere excuus kan je aanpakken om het niet te doen, maar je moet aangrijpen om het wel te doen. Hey, en toen ben je begonnen hier, maar het zal niet gemakkelijk geweest zijn als je ongeveer mij op je rug had. Ik begon toen met een kick-off en dat is gewoon 5 kilometer maar. Gewoon zo snel mogelijk. Maar ik was zo. Ah, dat duurt. Volgens mij heb ik bijna 2 tot 3 uur over gedaan. Ik weet niet eens meer hoe lang. Was echt absurd. En ik heb echt gewoon nog 5 dagen na kon ik niet lopen. En ik ben wel iemand van als ik iets doe, dan doe ik het voluit. Mm-hmm. En ik vind ook dat zo moet je het ook daar doen. Je moet alles ervoor inzetten om je doelstelling te behalen. Voor 50% iets geven is 50% falen. Mm. 100% all the way. Zet je ergens in, dan doe je dat. Klaar, tot het eind. En falen? Falen is het probleem niet. Iedereen faalt op een gegeven moment. Sta op, ga verder. Dat is de kracht. Dus in het begin viel het je niet mee. En toen? Mij speelde het heel erg mee dat ik de steun had van mijn trainers. Vooral de persoonlijke steun. Dat ze wel voor je staan, dat ze het ook begrijpen. Maar naast wel zeggen, het is geen probleem als je eens een keer faalt. Het is geen probleem als je dan eens een keer toegeeft aan die ene zak chips of ene keer die kebab, wij spreken. Geniet ervan, maar ga gelijk door. Ga weer goed bezig. En had je dat, die terugvallen? Ja, zeker weten. Dat heb ik ook wel eens aangegeven, dat ik het best moeilijk vind. En op een gegeven moment was het voor mij, had ik weggevonden. Voor mij werkte het om 1 moment in de hele week, nou ja, het ongezonde te doen. En de rest van de week gewoon keihard te gaan. Als ik nu naar jou kijk, dan zie ik jouw ogen stralen. Je hebt een fantastisch lijf gekregen. Maar is er ook mentaal iets veranderd bij je? Ja, een stuk zelfverzekerder. Ik sta in het leven dat ik eindelijk geniet. Dus je bent een totaal ander mens geworden? Of herken je nog iets van jezelf, zoals je bijvoorbeeld als kind was? Of? Ik probeer nog een beetje van dat nederige wat ik had, zeg maar. Dat probeer ik wel een beetje in te houden. Want ik merkte wel in mijn transformatie op een gegeven moment, ja, als je altijd onzeker bent en alles, en op een gegeven moment barst je van de zelfvertrouwen. Soms kan het ook je kop erboven stijgen.